Hi en leuk dat je kijkt naar een Primark shoplog. Deze vonden jullie waarschijnlijk wel aankomen na de vlog van vrijdag. Dus ik dacht, ik plak hem er gelijk achteraan. Kunnen we mooi even het Primark hoofdstuk afmaken. Ik heb hele leuke dingen geshopt en ik zal ze uiteraard ook eventjes aantrekken. Oké, ik neem het terug. Misschien trek ik niet alles aan. Het eerste wat ik eruit haal zijn deze te leuke BH'tjes. Ze zijn zo immens cute. Ik heb ze al kunnen passen, dus ik weet dat ze goed zitten. En toen liep ik daarna door naar de onderbroekafdeling. En toen kwam ik dit setje tegen. En laten die groene en die roze nou precies matchen? Ik heb maar één vraag. Waar is de paarse van deze? Maar ik heb uiteraard meegenomen, omdat ik dacht, ja, het is niet één op één dezelfde kleur. De broekjes zijn net iets intenser. Maar wie ziet dat? Trouwens, sowieso niemand ziet mijn ondergoed als ik het aan heb. Dus ik doe het echt voor mezelf. Maar ja, ik ga er wel goed op als ik weet dat het matcht. Dus deze zit echt super prettig. Ze hebben wel een beugel. Maar ze zijn verder gewoon super zacht kant. En ze hebben ook schattig hier van zo'n soort van stippelrandje. En ja, die paarse. Die heeft al geen match, maar ja, ik vind hem leuk. En de broekjes hebben dus ook allemaal een soort van ander patroontje. Deze heeft een bloemetje. Dit is een soort van luipaardprintje. En die paarse heeft stipjes. Kijk nou hoe cute. Nou, helemaal leuk. Ik ben heel erg fan van het ondergoed van de Primark. Dit zijn mijn go-to. Deze dikke banden. Ik heb M of L. L zit eigenlijk wel iets te groot, maar ik vind het vaak wel prettig. Ze zakken er niet af of zo, maar M is eigenlijk beter. Alleen ik dacht, ja, deze kleuren heb ik nog niet. En dit is echt het meest fijn ondergoed wat er is. Deze zijn wel iets anders. Deze hebben een dunnere band. Maar ik ga het gewoon proberen, omdat het wel ook van dat zachte kant is, dat ik denk dat het wel net zo lekker zit. En er zit ook wel gewoon veel rek in. Dus ik heb goede hoop, maar mocht je fijne zoeken, dit is echt, dit zijn mijn all-time favorites. Ik weet niet alle prijzen uit mijn hoofd, maar ik weet toevallig wel dat deze nu in de aanbieding waren voor 5 euro met z'n tweetjes. En het ondergoed was niet in de aanbieding. Deze was 6 euro. Deze drie weet ik niet, want die heb ik dus al het kaartje vanaf. Want die wilde ik aandoen en die heb ik uiteindelijk niet aangetrokken, omdat ik dacht, nee, dan kan ik het niet filmen en ik wil het in de shoplog laten zien. Ja, ja, prioriteiten jongens. Dan heb ik echt het meest fantastische sportsetje. Ik zag dit en toen dacht ik, oké, in eerste instantie zag ik alleen de broek. Deze bruine broek met een lekkere dikke band. Ik vind dat zo fijn zitten en hij is dus echt seamless. Zie je dat? Er zit geen naad, niet bij je billen en ook niet bij je kruis. En dat is chill, want daarmee voorkom je echt dat je een camel toe krijgt. En je hebt nu heel veel van die broeken met die scrunch. Ja, die voel ik niet, hè. Soms heb ik wel eens, ik heb er eentje in het groen. En die vind ik heel mooi, omdat die zeg maar niet heel opvallend scruncht. Dus een soort van subtiele. Maar ik heb er ook een in het zwart en die heeft echt, nou, die zit ook gewoon tussen je billen. Tijdens het trainen, dat ik denk, ik heb constant de neiging om hem eruit te trekken. Dat heeft deze niet. En hij is verder super mooi lang. Ik heb hem gepast en hij zat goed. Aan de onderkant heeft hij ook weer zo'n schattig randje als de bovenkant. Ik zal hem ook even aantrekken. Ik heb denk ik een maat M. Oh, kijk nou, daar zit hier iets aan vast, joh. Ja, ik heb een maat M en hij heet Chocolate. Maar nu komt het mooiste. Ze hebben heel veel bijpassende setjes. Wat ze ook hebben is van die, ja, onesie sport setjes, zou ik bijna willen zeggen. Ik weet niet hoe ik het uitleg. Die heb ik ook aangehad, was verschrikkelijk. Ik heb het niet eens gefilmd in de vlog, omdat ik dacht, nou, ik schaam me echt te hard om dit te doen. Maar ze hebben ook tops die erbij passen. Zowel hemdjes als, nou, wat ik nu uit elkaar probeer te frutselen. Ja, dit is het wel. Je moet het aanzien, maar dit is fantastisch. Dit is dus een top met een top. En het leuke is, toen ik ging passen, toen dacht ik, je kan dit gewoon loshalen. Dit zit wel vast met een heel dun touwtje. Als je dat doorknipt, dan kun je hem ook gewoon los van elkaar dragen. Dus dan kun je eventueel ook kiezen voor alleen de top.
die weer perfect matcht. Want ja, het is er een voor gemaakt, je zou het niet zeggen. Maar hij heeft weer die rand aan de onderkant. En dit, ja, ik vind dit leuk. En dan kun je dit dus ook eerst aantrekken en dan na het trainen denken, oké, dit is te warm. Of tijdens het trainen en dan uittrekken. En nou ja. Het is helemaal een match. Ik ga het voor jullie aantrekken en dan kun je zien hoe cute het is. En het heeft ook nog eens duimgaten. Nou, het wordt niet mooier dan dit, jongens. Ja, dit zeg je. Dit zeg je. Dit zorgt ervoor dat ik wil wonen in de sportschool. Ja, dit is echt... Love. Hij is gewoon ook hier seamless, hè? Er zit dus, alles zit aan elkaar van één naad die alleen aan de binnenkant van je benen... Het zit lekker. Oh, ik zat te twijfelen of ze nog andere kleuren hadden. Want als dat zo was, dan had ik die broek echt in al die kleuren mee moeten nemen. Ik zit een beetje te twijfelen of ik een maatje kleiner had moeten nemen. Want hij zit wel... Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook wel lekker als je... Ja, zie je dat hij hier een beetje open gaat staan. Misschien dat een S ook oké was geweest. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het amazing. Deze was 15 euro. Dit bij elkaar. En deze was 13 euro. Deze zat er dus aan vast. Dit zijn drie ringen die ik heel erg leuk vond. Ik heb op een gegeven moment mijn ringfase een beetje achter me gelaten. En nu ineens heb ik ze weer helemaal gevonden. Dus ik draag eigenlijk weer non-stop elke dag ringen. En deze vond ik helemaal leuk. Zoiets heb ik nog niet. Dus het is een leuke toevoeging. En ik heb een maat large. Omdat ik meestal de grote, en deze zijn ook vrij groot. Die draag ik om mijn middelvinger of mijn wijsvinger. Maar in ieder geval, deze waren 4,50 euro. Oh ja, deze had ik voor mijn moeder meegenomen. Die moet ik dan even meenemen om aan haar te geven. Dit zijn de elastiekjes. Eigenlijk dragen wij alleen de kleine, maar die hebben ze nooit los. Maar het zijn echt hele fijne. Vroeger waren ze 1,50. Dat zijn ze nog steeds. Goed nieuws. Sommige dingen merk je wel dat de Primark duurder wordt, maar in dit geval dus niet. Ja, het zijn hele fijne, zonder zo'n... Hoe heet zo'n ding? Zo'n metalen sluitingje ertussen. Maar ja, deze zit meer rek in. En ik heb het fijne haar van mijn moeder. En dan is dat heel fijn. En deze is wat stugger. Maar fijne elastiekjes. En ik zag ook nog deze bij de elastiekjes. De scrunchies, de mini scrunchies. Ja, heet het dan nog scrunchie? Weet ik niet. Maar die waren dus nu in de aanbieding voor 2 euro. Meerdere kleuren. En ik dacht, ja, deze zitten heel lekker. Ze zijn ook van satijn, dus het is eigenlijk beter voor je haar. Maar ze kunnen perfect aantal keer om je haar als je een knot wil maken. Dus ja, fan van. Ik was eerlijk gezegd vergeten dat ik deze ook heb meegenomen. Maar ik heb ook deze meegenomen. Een hele mooie groene. En dit is een balkonet. En dat wil zeggen... Dat hij wat hij valt anders. Kun je het zo zien? Ja, ik denk dat je het zo wel kan zien. En dat is mooi. En ik heb hier al het kleurtje bij. Maar, nou ja, klopt niet helemaal. Ik moet eerlijk zeggen. Zie, het is wel anders. En ik heb ook nog deze. Dat is ook anders. Dus dit is jammer. Oh ja, die heb ik ook nog. Dat is wel heftig. Dat is wel heftig, hè? Nee, ja, het matcht allemaal net niet. Deze komt bijna nog het meest... Oh, wacht even die andere weg. Deze komt bijna nog het meest in de buurt. Vinden we dat kunnen? Ah ja, en anders gewoon zwart, want daar heb ik ook zat van. Maar ik dacht dus dat die groene zou matchen, maar dat doet hij niet. Maar alsnog vind ik hem echt heel pretty. En deze groene dan, die nieuwe? Oh nee, ook niet. Hij is gewoon heel mooi. Dus ik kan ook natuurlijk gewoon een witte of een zwarte onderaan. Wie ziet dat? Wie ziet dat? Ik. Maar love it. Volgens mij was deze trouwens ook in de aanbieding. Ja, deze was ook 5 euro, maar dan in zijn eentje. Oh, ik was dit vergeten. We zijn ook naar de film geweest en toen had ik dit gekocht. En die heb ik dus daarna in die tas gedaan, want die hadden we niet leeg gegeten. En het is nu echt al 4 dagen later. Als ik dit had geweten, was die al lang op geweest. Oh, daar ga ik vandaag van genieten. Nou, dan heb ik echt het pronkstuk voor het laatst bewaard. Want deze... Broek, oké, hij is een beetje groot, maar het is een chill broek. En het is zo eentje waarvan je denkt, ja, dit wil je in je leven. Niet gewoon zo'n joggingsbroek die dan aan de onderkant nog strak zit. Maar zo eentje die helemaal wide leg langs je heen loopt. Buiten het feit dat ik ook de kleur fantastisch vind. En wat ik dus ook heel fijn vind, zeker nu, als ik nu naar de sportschool ga. Even kijken hoor, waar is die broek? Dan trek ik hem over deze aan.
Want dit is gewoon best wel koud. En dan kun je dus in de gym... ik zal het ook even doen zo meteen. Dan kun je in de gym deze weer uittrekken. Maar dan heb je wel een soort van even die warmte. En daarnaast is het gewoon de ultieme chillbroek. Ik had liever een M gehad, maar die was er niet meer. En toen dacht ik, ja, ik wil hem wel hebben. Dit is wel een M. Hè? Zit hij dan gewoon zo groot? Dus dan had ik liever een S gehad, denk ik. Want ik weet dat ik hem aan had. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk een maatje kleiner. Nou ga ik ineens zitten twijfelen of ik... Nou, ik weet het gewoon niet meer. Maar hij had een maatje kleiner gekund, maar die was er niet meer. Want ik heb wel gekeken. Dus ja, maar ik ga hem wel aantrekken. Hij zit super lekker. En dit is dus een soort van koffie, noem ik het. Zij noemen het brown. En hij is €14. Hij was er maar in één kleur. Ze hadden niet meerdere kleurtjes. Dus ja, love it. Ik dacht dus dat ik de broek gefilmd had. Maar dat had ik blijkbaar niet. Dus nu moet ik het even alsnog een beetje in het donker doen. Maar volgens mij kun je het wel goed zien. Je hebt de kleur ook wel goed in het daglicht gezien. Maar dan heb je toch nog even dat aanbeeld. Zoals ik dus zei, hij valt echt heel groot. En er zitten niet iets van touwtjes in. Maar ja, het is wel echt heel relaxed. Het zit wel heel, heel comfy. En ik vind het heel leuk dat hij van die wijde pijpen heeft. En dat hij ook dus lang genoeg is. Ja, nu kun je dat zien. En wat je dus ook heel leuk kan doen, is deze bijvoorbeeld over je sportlegging als je naar de gym gaat en het is koud. En dan kun je gewoon rustig opwarmen en hem daarna weer uittrekken. Dus het is echt, echt een heel lekker broekje. En dat is alles wat ik geshopt heb. Ik heb €73 uitgegeven. Het is toch altijd meer, hè? Terwijl ik er doorheen ga, dan denk ik, nou, het valt allemaal wel mee. Zoveel heb ik niet gehaald. Maar ja, toch uiteindelijk puntje bij paaltje. Maar er zitten geen dingen tussen waar ik spijt van heb of waarvan ik denk, die ga ik niet dragen. Het zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja, die ga ik echt vaak dragen. En vroeger kwam ik wel eens thuis met €300 van Primark, hoor. En dan had ik zoveel miskopen. Dus ja, nee, ik ben super blij. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt.